بسم الله الرحمن الرحيم. Het is alweer tijd om de zielen te reinigen. Het is alweer tijd om de zielen te reinigen. En niet alleen onze buik te pijnigen. De heilige maand Ramadan breekt aan, alweer. En openen de deuren van onze barmhartige Heer. De maand van de gebeden en vergeving. De maand met een heel eigen wetgeving. De maand van de liefde en verontwaardiging. De maand van aandacht voor de omgeving. De maand om na te denken en te bezinnen. De maand van sterke en liefdevolle gezinnen. De maand om te helpen en vergeven. De maand om ons naar de engelen te begeven. De maand waarin we weer de Koran uitlezen. De maand waarin we onze slechte gewoontes genezen. Een maand is het van innerlijke reiniging. Een maand is het van innerlijke reiniging. Van elk andere maand vol met verontreiniging. De maand waarin we ons voor de rest van het jaar sterk maken. De maand waarin we ons met het geloof vermaken. Aan ons is de taak om deze maand goed te gebruiken en de dagen niet nutteloos te verbruiken. Aan ons is de taak om deze maand goed te gebruiken en niet de dagen nutteloos te verbruiken. Het is aan ons om dichterbij te komen, tot het paradijs waar we steeds van dromen. Het is aan ons om te reinigen alle slechte daden en te kijken naar Allah's reine paden. Het is aan ons om onze naasten te liefkozen en alle ruzies naast ons neer te leggen, zelfs de niet gekozen. Het is aan ons om de Koran te pakken en echt te lezen. Met de Koran aan ons zijn we niet tevreden. Want aan het eind van de maand zijn we er spiritueel bij. En maken we de engelen en de almachtigen blij. Ons schild tegen al het kwade is dan versterkt. En zijn we in het geloof alweer gesterkt. Laat dus deze maand niet aan je voorbij gaan. En doordat jij je in Ramadan laat begaan. Bereid je goed voor en start daar vandaag al mee. Bereid je goed voor en start daar al vandaag mee. Welkom, zeggen wij aan Ramadan, wij doen heel graag mee. Welkom, zeggen wij aan Ramadan, wij doen heel graag mee. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.